Radio. Vrijheid. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en Ruben en mijn naam is Johan. En we gaan weer een hele hoop berichten. Heel veel corona gerelateerd, dus het is weer de grote corona show deel. Idee, dit scherm toe gaan. Ja, goed, beste mensen. Ja. Leuk, Ruben, dat jij er ook weer bent. Ja, gezellig. Ja. Dank u. Ja. En goed, laten we met ons vaste blokje beginnen. Dus de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we beginnen met goud. Goud is 1736. Het was een jaar omhoog gegaan, maar gisteren of zo, eergisteren weer wat naar beneden. Maar het zit nog steeds boven de 1700. Oké. Okay. Ja, en de olie? Die is ook weer aan het klimmen. Zit alweer bijna op $37. Oké. Ja, nee. Zilver is ook aardig omhoog gegaan. Wat? Zilver. Oké. Ja, Bitcoin ook, zag ik. Is ook omhoog geschoten. Ja, maar vandaag weer naar beneden. Was even boven de 10.000 gekregen. Ja, het was volgens mij was hij door de resistance heen. Hè? En dan nu weer eronder gezakt. Ja. Dus, het was allemaal nog net niet, de boelrun was nog niet bullish genoeg. Ja. Ik denk dat er iemand wilde kijken wat er gebeurde als hij door dat lijntje, als hij door die trend heen drukte. Ja. Even kijken of we dan blind bergen kopers instapten. Ja, de staatsschuldmeter wil niet laden. Ik heb een blanco pagina. Nou, is nul. Ja, schijnbaar. Nou ja. Anders doen we die volgende week wel. Dan hebben we nog de cannabis index. Ik moest hem nog even erbij halen. Hoppakee. Dus, kijk, een zoekpagina. De cannabis index. Daar is hij. De marihuana index, sorry. Hij is nog aan het laden. Ja, als je veel bloot, dan kun je soms wel een beetje traag worden. Oké, die staat er. Ja, wat doet dat? Wat zeg je? Is dat een gemiddelde door iemand gemeten of zo? Of, Ja, ik weet het niet. We doen hem altijd voor de gein. We doen hem al een paar jaar. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat zit. We hebben gewoon voor de grap erin gegooid. Nee, want mijn dealer schommelt het niet zo. Nee. Het zijn die aandelen, denk ik. Het zijn een indexje van die marihuana-aandelen. Nou, hij is in ieder geval deze week een beetje heen en weer geschommeld. Hij staat nu op 100 punten. Ja, 100.70. Ja. En de nationale staatsschuldmeter, die is nog steeds blanco. Ik weet het niet. Hij wil niet laden, helaas. Dus geen staatsschuldmeter, helaas. Volgende keer beter. Dan gaan we gewoon naar nieuwsberichten toe. Ik heb hier wat berichten over de Belastingdienst. Ja, er is ook weer van alles aan de hand. Waar die mensen die zouden, zeg maar, een vergoeding krijgen, dat is niet doorgegaan. Hè? Nou, het is niet voor allemaal niet doorgegaan, maar ja, dat was dus na dat enorme drama bij de Belastingdienst. Van die toeslagenaffaire, ministers die koppen die rolden enzovoort. En maar ja, meer retoriek dan dat er echt wat gebeurt. Maar zouden die mensen schadevergoeding krijgen, die slachtoffers? Maar nu is dus dat er al iemand is die wordt een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Zegt ja, destijds was door de Belastingdienst mij gevraagd mij aan te melden als gedupeerde, zodat mijn dossiers opnieuw zouden worden bekeken. Maar nu wordt dat juist aangegrepen als reden dat ik niet tot de CAF-zaak behoor. Nu moet ik weer dat weer gaan bewijzen. Het is echt vermoeiend. Dus het, ja, het is
zijn een beetje aan het traineren, denk ik. Om ja, weer allerlei papierwerk in de papiermolen rond te sturen. Mm. Maar waarom doen ze dit? Doen ze dit nou bewust of zo? Of is dit gewoon... zit daar nou gewoon iemand daar die het gewoon leuk vindt om deze mensen te pesten of zo? Wat zit erachter? Ik denk dat ze gewoon proberen altijd geen geld weg te geven en veel binnen te halen. Nou, zometeen komen we bij een bericht en dan zien ze dat ze helemaal geen moeite hebben hoor om mensen te belonen. Nee, maar volgens mij werkt het ook helemaal niet zo. Volgens mij zijn die mensen, de meeste mensen die bij de Belastingdienst werken, die zijn gewoon geestelijk al afgestorven. Ja. Die hebben helemaal geen reden om of geld binnen te halen of geld weg te geven. Zoals ze allemaal een biet wezen. Als ze maar gewoon aan het eind van de maand hun geld overgemaakt krijgen. En ze niet al te veel hoeven te doen. Volgens mij werkt het zo ongeveer. Ja, maar want als ze een lijn hebben, dan is het altijd heel moeilijk om contact met ze te maken. Dus ze zijn een soort van mislukte robots of zo. Mm-hmm. Menselijk contact, zeg jij. Dat lukt me niet om menselijk contact met ze te hebben. Nee, dat gaat heel lastig. Dat kan ik me ook wel voorstellen dat je het niet langer uithoudt bij de Belastingdienst om daar als mens te functioneren. Maar... ik denk dat ze wel de incentives moeten zo zijn dat zij voor hun maandelijkse salaris wel 20 keer dat salaris binnenhalen. Want anders dan, ja, dan daar is de Belastingdienst natuurlijk voor. En dat, over het algemeen zijn ze daar wel heel efficiënt in om elk jaar weer meer belasting op te halen. Mm-hmm. Ja. Door allerlei regeltjes en allerlei nieuwe wetjes en toestanden. Alleen het is mij nog steeds een raadsel waarom in deze zaak opeens geluisterd wordt naar mensen die de dupe ervan zijn. Dat vind ik nog steeds onbegrijpelijk. Ja, dat zijn mensen gedupeerd, maar dat doen ze zo vaak, mensen duperen. Standaard, ja. Normaal komen die niet op televisie. Nee. Dan ontstaat er geen toeslagenaffaire. Ja. Is dit verhaal opeens, ja, spreekt er meer aan. Ja. Of hebben ze zich goed georganiseerd of zo, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, maar ja, je zou maar in belanden, hè. Er zitten wel een paar behoorlijk schrijnende verhalen tussen. Hè? En over het algemeen ook is het ook bij boetes zo. Je moet ze eerst betalen en dan moet je daarna moet je met een papierwinkel gaan smeken om ze terug te krijgen. Mm-mm. Haal dat maar niet in je hoofd om te zeggen van nou, ik ga een boete niet betalen en ik ga bezwaar aantekenen. Nou, we krijgen zo meteen wel een berichtje van boete niet betalen. Dat wordt geadviseerd door een jurist. Maar het gaat over een coronaboete. Ja. We hebben hier nog even een berichtje hier over, even kijken hoor, van de Belastingdienst. Beloonde, geen straf voor ambtenaren om toeslagenaffaire. Beloofde, sorry, ja. Dus ondanks dat we inderdaad al dat verhaal dat er eventueel zelfs zou kunnen dat ambtenaren bij de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk zou worden gehouden, ondanks dat de eerste aanklacht is tegen de Belastingdienst als instituut en niet de individuen die daar werken. Maar ja, het zou dan over een hele lange tijd toch kunnen dat een ambtenaar persoonlijk wordt aansprakelijk gesteld, maar hier heeft de Belastingdienst al beloofd aan zijn ambtenaren, nou, je krijgt geen straf voor die toeslagenaffaire. Er is nog geen rechtszaak geweest of zo, er is nog niks aan de hand, maar die mensen die daar werken weten in ieder geval van, nou, geen straf. Oké. Okay. Natuurlijk een lijntje, hè? Hoezo scheiding der machten? Ja, de Belastingdienst, ja, er was sowieso binnen de overheid, werd er over geklaagd dat het een soort, dat die mensen een soort idee hadden dat zij boven al de rest stonden. Dat ze een soort supermacht waren. Dus misschien zit dat er een beetje achter. Dat ze eventjes gaan proberen die Belastingdienst toontje lager te laten zingen binnen het overheidsapparaat. Want ja, je kan natuurlijk niet hebben dat er één groep denkt dat zij eigenlijk de macht zijn. Bijvoorbeeld de politie of zo, of het leger. Of die moeten... Je moet altijd duidelijk weten dat we ruilen jullie zo in voor iemand anders. Ook jullie zijn niet onaantastbaar. Zoiets zal het denk ik zijn. Ja. Ja.
Ja, ik had hier nog een klein berichtje, dat kwam van Yoshi, die had dat erin gegooid, dat is een of andere rap. En dat gaat dan over de schizofreniteit van het kabinet, over hoe je om moet gaan met mondkapjes. Omdat ze twee verschillende dingen zeggen. We komen nou langzaamaan in het coronagedeelte. Ah oh ja, dat is horen. Ik kan hem even niet afspelen nu, want ik weet niet hoe dat zit met auteursrechten. Straks wordt mijn stream offline gehaald omdat ik iemand anders zijn werk afspeel. Maar in ieder geval, het is wel grappig om even te kijken. Ik heb de link zit tussen de berichten. En dan hoor je Hugo de Jonge, die hoor je dan zeggen van het is niet de bedoeling dat je chirurgische maskers draagt in de trein. Maar je mag ook geen zelfgemaakte maskers dragen in de trein. En dan zegt Rutte vervolgens tegenovergestelde, je mag alles dragen. Dus ja. Oh ja, dat gebeuren, ja. Ja, ik heb er eentje gehaald. Ja. Ja, ik een panty over je hoofd doen, hè? Mensen de bus niet uitgeknikkerd. Ja. Dat is een goede handel, hoor, die mondkapjes. Maar krijg je die nou bij een treinkaartje, of is dat... Nee, dan moet je zelf verzorgen. Nee, moet je wel zelf kopen. Aanschaffen. Ja. En ik mocht ze niet van mijn werk meenemen, want die waren te goed. Ja. Ja, ze moeten... Het is niet de bedoeling dat het werkt, zeg maar. Maar misschien kun je een goede nemen en een paar haartjes in knippen of zo. Dat scheelt wel, ja. Ja, dat ik gewoon... Dat, is ook, dat ademt ook lekkerder. Ja. Goed idee. Ja, ik zat gisteren in de trein en gewoon een compleet lege trein. En ja, we hadden toch maar van die dingetjes bij de Action gehaald. En het is inderdaad niet fijn, hoor, om daar de hele tijd met dat ding op te zitten. Nee. Vooral als je dan ook in een lege trein zit. Dan denk je echt van, waarom heb ik dat ding? Een lege trein kan ook niet opeens een boa binnenstappen, dus je zou hem af kunnen doen. Ja, dus ik had hem op mijn kin hangen, zeg maar. Dus als er iemand aan zou komen lopen, dan gaat hij snel omhoog. Ja, compleet gekkenhuis, maar ja. Ja, ik denk dat dat wel een van de eerste dingen is die niet meer nageleefd gaat worden. Dat weer een beetje op gang komt, allemaal mensen zitten in de trein. Dan eerst beginnen er een paar mensen die denken van ja, bekijk het maar. En dan denken die anderen ook van ja, toch niet allemaal doen, dan doe ik het ook niet meer. Ja. Ik had echt, je ziet ook echt dat niemand zich meer aan die anderhalve meter houdt of zo. Dat is ja, dat is ook al. Echt zat en beginnen echt hun ruimte een beetje terug te pakken. Maar wat als je nou een boete krijgt? Dan is er hier een jurist die adviseert ze gewoon niet te betalen en bezwaar aan te tekenen. Ja, want er was ook wel een of andere zaak al voor de rechter geweest, toch? Oh, dat is snel. Ja, dat is wel snel, ja. Misschien niet in Nederland. Misschien was dat in Duitsland of zo. Maar ik begreep dat er zelfs in het parlement nu wel een aantal mensen begonnen te roeren. Vooral omdat er zo'n strafblad bij zit. Hè. Dat vonden ze toch eigenlijk ook best wel een drastische strafblad. Want dat kan je gewoon... In je carrière schade, dat kan, bij reizen kan het vervelend zijn, bij, ja, als je wil emigreren. Als je dan een strafblad hebt, dan dus, ja, zelfs in het parlement hadden ze het idee van, ja, wacht even, misschien moeten we nou even op de rem gaan staan. Dan moeten we dit terug, ik verwacht dat teruggedraaid gaat worden, maar ja, je weet natuurlijk nooit. Ja, precies, ik bedoel, dan wordt het teruggedraaid, maar dan moet je wel zelf weer eerst maatregelen nemen om dat teruggedraaid te krijgen. Want dat gaan ze nooit uit zichzelf doen, hoor. Nee, dus er ook papierwerk heen moet ook nog aan, denk ik. Ik weet nog een... hoe heet dat? Het is trouwens €400, hè? Eigenlijk 399, want er zit nog 9 euro administratiekosten bij. Oh. Dus het zijn net van die verkopers uit zo'n winkel, hè? Van de, ja, we houden het 1 onder de 400. Dat staat het niet zo over. Ja, dan maken ze het wat aantrekkelijker mee. Ja, ja, ja. Ja. Nee, als je met z'n drie in de auto zit, dan voor drie krijg je korting. Krijg je groepskorting. Groepskorting is wel goed, ja, inderdaad. Groepskorting, ja. En dalurenkaart kan je dan ook... Ja. Ah, ja,
Misschien kunnen bejaarden ook extra korting krijgen. Ja, ja, ouderen. Ja. Nou, jongeren krijgen het ook. Jongeren betalen sowieso minder, hè? Veteraan. Ja. 13 tot 17, ja. Je gaat toch geen 13-jarige 399 euro uit zijn zak kloppen. Dan moet hij zes maanden voor werk of zo. We hadden net al besproken wat voor psychopaten daar bij de Belastingdienst zijn. Ik bedoel, ja. Denk je dan nou echt dat ze de... Ik vind het nog wel meevallen dat ze, dat ze toch iets hebben van, nou ja, jongeren hoeven minder te betalen. Dat, ja, maar ze moeten ook altijd wel een beetje draagvlak ervoor blijven houden. Ze gaan niet voor niks. Dat, je merkt gewoon bij heel veel mensen een enorme angst psychologisch. Ja, ze zijn wel aan het uittesten. Ja. Maar ze weten ook dat als ze te ver gaan, dat ze alle draagvlak kwijtraken. En dat kan heel hard gaan. Dat zie je in Amerika dan, met die politie. Dat, ja... Dat kan opeens omslaan als het een beetje broeit al. Dat mensen iets hebben van, nou, die gasten, als een keer een mogelijkheid ziet, dan... Ik denk dat ze wel degelijk beter van moeten. Ik denk dat het ergens ligt, hoor. Want, ja, ik bedoel, in Europa heb je natuurlijk dat totale nazi-regime gehad, hè. Tweede Wereldoorlog, waar het toch behoorlijk uit de bocht gevlogen is. Nou, dan zijn er nog allerlei communistische... experimenten op de wereld geweest waar je ook denkt van zo, hoe ver kun je gaan als overheid? Dus misschien is er toch op een of andere manier vaak gewoon geen enkele grens, hoor. Dat zo'n overheid toch maar gewoon door kan gaan met hun malotigheid. En dan komt er misschien hier en daar een demonstratie. Maar ja. Ja, maar ze moeten dan wel de passie moeten het heel hoog opschroeven, zeg maar. Uiteindelijk kan je het zelfs zover krijgen dat kinderen hun eigen ouders verraden. En, ja. Maar dan moet je wel een enorme drama opvoeren. Dat deden ze natuurlijk bij communisme ook. Als je ouders dan Confucius lazen of zo, dan was het de vijand. En dan had je als kinderen de plicht om ze aan te geven. En onder Stalin is dat ook wel gebeurd. In Nederland zie ik global warming daar nog wel toe dienen. Dat lijkt een beetje op. Maar ik vond het corona gebeuren ook trekjes die richting op hebben, hoor. Van dat mensen ook totaal niet hun eigen gedachten op nahielden, maar gewoon simpelweg na-echoen wat Rutte dan net had gezegd. En dan gewoon hun buren wel even erbij lappen. Ja. Dat gaat al die kant op. Ja. Ja, je buren erbij lappen, dat is zeg maar één niveau. En kinderen die hun ouders erbij lappen, dat is het ultieme niveau. Dat is zeg maar de god level fascisme ongeveer. Ja, ik merk dat inderdaad ook wel. Dat sommige, vooral een beetje de babyboom generatie, dat is het allemaal van het RIVM heeft gezegd, weet je wel. Net als dat je hele zware christenen hebben van de Heer heeft gezegd. Ja, je zegt het zelf. Maar ook dezelfde, ze hebben het ook over als je dan bijvoorbeeld een discussie aan wil gaan, dan geven ze meteen aan hoe de aap in de, hoe de vork in de steel zit. Want dan zeggen, ja, de aap in de mouw komt. Zeg maar. Dan zeggen ze van, oh, geloof jij dan daarin? Nee, ik geloof daarin, weet je wel. Dat is meteen helder. Ja. Het is inderdaad gewoon allemaal geloof. Of je nou inderdaad zwaar christelijk bent, of dat je in de overheid gelooft. Maar het helezelfde toontje zit er ook bij. Als ik Rutte, zo'n persconferentie, dat klinkt ook een beetje, gewoon de hele cadans, de hele zalvende toon, het prekerige. Het is gewoon echt weer gewoon over een dominee staat. TV-dominee, hè? Ja. Maar hoe kan het nou dat we dus oké, jij en ik, wij zien dat dus, wij horen dat, we herkennen dat. En dan zou je toch denken, dat is in het publieke domein, zeg maar, die kennis, van dat je dat herkent. Mm-hmm. Maar het spreekt dus toch juist wel heel veel mensen aan of zo, denk ik. Je merkt soms wel mensen, die krijgen, daar heb je dan, als je daar even mee praat, dan merk je dat ze helemaal, die zitten gewoon... S'avonds de tv te kijken, het 8 uur journaal en het RTL journaal. Ik weet niet waar ze allemaal naar kijken, dan lezen ze de krant. Die zitten helemaal in die matrix zitten ze geweven. Dus die zijn helemaal te manipuleren. Want een van de andere ultieme dingen die zo'n overheid kan doen, is de adviezen halverwege op een moment veranderen. Dus dat is natuurlijk bij George Orwell was dat ook zo in zo'n preek. Dat we have always been at war with East Asia or Eurasia of zo. En dat werd gewoon...
midden in de speech werd de vijand veranderd. En dat was ook altijd zo geweest. En dat zie je hier ook gebeuren. RIVM, van mondkapjes. Boom. En dan opeens is het... ja, je mag niet de goede mondkapjes. Ze moeten slecht genoeg zijn. Maar je moet er wel in hebben, want dat is verplicht. En hoe raarder de dingen die je kunt opleggen, hoe machtiger je bent eigenlijk. Dat is eigenlijk de ultieme macht. Als je mensen zo in zijn greep hebt, dat je ze gewoon van moment op moment totaal tegenovergestelde dingen kan laten geloven. En ook heel erg fanatiek. Ja. Laat in als een bom. Gewoon een enorme stilte hoor. Ja, we hebben gelijk. Ja. Ja, het is soort hypnoseachtig, hè? Ja. En ze zijn ook ingeënt tegen argumenten. Als jij dan zegt van nou, dit klopt er niet aan of zo. Dan merk je dat ze voorbereid zijn op, er zijn ontkenners daar. Dat zijn niet wetenschappelijke figuren of zo. Of dat zijn de samenzweringsmaloten. Daar hebben ze een verhaal over gekregen. En dat was vroeger, weet ik nog, toen ik naar de kerk ging met mijn ouders, was het ook zo dat... Dat ze dan zei, ja, dan ga je de wereld in. En dan kom je mensen die zullen je verleiden tot zonde. Ja. Dus zoals, dan ging al de wereld in van... daar heb je er een. Die probeert mij, als er een atheist tegenkwam... die je probeerde te vertellen van... volgens mij klopt dat niet. Dan was je daar al tegen ingeënt. Want je wist al dat de duivel op je pad zou komen... om je de kwade gedachten in te fluisteren. Om je op het foute pad te brengen. De dwaalleraren en zo... Ja, en dat merk je met die mensen. Dat je doet je mond nog niet open met enige om even twijfel te zaaien. En dan is het gelijk boom. Jij bent erin. Ja. Maar dat RIVM, hè, die nieuwe religie. Hoe is dat zo gekomen dat ze in één keer zoveel macht hebben? Joh? Ik bedoel, nu mogen ze ook al de zendmast data hebben voor de bestrijding van corona. Ja, ze zijn een soort overheidsorgaan geworden opeens, hè? Toch alleen maar een voorlichtingsinstituut van oorsprong? Ja, dacht ik ook. Bizar. Want ze hebben zich eerder natuurlijk heel erg geroerd op milieugebied. En wat er apart is, met die zendmastdata kunnen ze dus allerlei mensen lokaliseren en zien wie bij wie in de buurt zit en wie met wie contact heeft en zo. En je ziet nou in Amerika, daar was het natuurlijk ook van, nee, we moeten die trace, contact tracers moeten wij hebben om de ziekte te kunnen volgen, om de patiënten te kunnen, die de corona besmet zijn, om te kunnen zien met wie ze allemaal in contact geweest zijn, zodat we de ziekte kunnen bestrijden. En het is nog niet, de ziekte is heeft nog niet eens de hielen gelicht of ze zeggen, ja, we gaan de contact tracing gebruiken om die Antifa rellenschoppers op te sporen en te kijken met wie ze allemaal contact hebben en die netwerken bloot te leggen. Ja. Dus de inkt is nog niet droog van die belofte ook. Dat is ook weer zo één ding. En alle libertariërs die zeggen al van, oké, dit gaat misbruikt worden voor politieke doeleinden. En de inkt is nog niet droog en het wordt al gebruikt. Dus hier zie je dat ook. Ja, de RIVM die krijgt zendmast data voor bestrijding corona. En ik denk dat over volgende week al dat je misschien al ziet van zendmast data wordt gebruikt om, joden op te sporen. Ja, mensen die het op te pakken die op de Dam zich niet aan de 1,5 meter hielden. die komen er wel mee weg, denk ik. Het is toch raar, ik bedoel, het was toch iets met privacy, geloof ik. Ik bedoel, je moet tegenwoordig eerst toestemming geven, wil je überhaupt dat iets van data overhandigen aan de overheid, weet je wel. En nu mag in één keer de RIVM al die data hebben. Ja, het is geanonimiseerde data, hè? Dus maak je geen zorgen. Ja, en toen vraag ik me ook af hoe groot de verandering het praktisch nou is. Want als je kijkt hoeveel data er bijvoorbeeld bij een organisatie als Google al ligt. Hè? Ik bedoel, je telefoon is gewoon continu gevolgd van de meeste mensen. Of je moet wel echt heel erg een privacy nerd zijn. Maar voor iedereen is dat gewoon gevolgd. Het ligt allemaal bij Google en we weten allemaal wel hoe lekker Google is met overheden. Dus dan hoogstwaarschijnlijk ligt het eigenlijk al bij de overheden. Ja, ik denk dus, dat
dat ze dat ook wel lang proberen te ontkennen. Ik heb wel eens het idee dat ze informatiebronnen hebben, maar ze zijn natuurlijk altijd bang om dat prijs te geven, dat ze die informatiebronnen hebben, want dan gaan mensen wegen eromheen zoeken. En dan zijn ze, dat is net zoals in de Tweede Wereldoorlog, hadden ze die cryptografie van die Duitsers gekraakt, van die onderzeeboten. Maar ze wilden het eigenlijk niet gebruiken, want op het moment dat ze zouden gebruiken, dan zouden de Duitsers weer weten dat die code gekraakt was, en dan waren ze hun voordeel kwijt. Dus bleven ze het maar bewaren voor de big fish, zeg maar. En ik heb het idee dat bij die overheden ook zo is. En dan vinden ze af en toe, houden ze een auto aan, en dan zit er opeens iemand met een plastic tas in, met een miljoen euro of zo. Ja, of veel minder al, voor 10.000 euro. En dan denk ik altijd van, dat is toevallig dat ze die auto net te pakken hebben. Maar dat doen ze altijd bij een routinecontrole. Maar ja, ik krijg dan nooit een routinecontrole. Maar ik heb wel eens het idee van, als ik nou een zak geld in mijn auto rijd, krijg ik waarschijnlijk gelijk een routinecontrole. Ja. En waarschijnlijk hebben ze al methodes die ze dan niet prijs willen geven. Omdat dat geeft hun voordeel, vermindert hun voordeel. Ja. Ja, en ik denk dat als ze dan dus publiekelijk een soort debat hebben over privacy, dat meer een soort van show is die er overheen gelegd wordt. Ja. Maar ja, helemaal erachter komen, dat is nog niet zo makkelijk, maar ja, zo, daar lijkt het wel op. Volgens het kabinet zijn de data niet terug te leiden naar individuen. Dat is ook altijd, in zo'n nieuw iets zit altijd van, nou, je hoeft je geen zorgen te maken, want het is metadata, of het is niet op individuen terug te leiden of zo. En dan heb je altijd het effect dat er eerst allerlei blunders komen van de overheid. Dat zag je met die OV-chipkaart ook. Van, men maakte zich zorgen over privacy. Van, hey, nou kan ik overal getraced worden met die kaart. En toen kwam het kwam er eigenlijk een hele incompetente overheid naar voren. Die van, nou, had ze dat ding, dat deed het niet goed en het was makkelijk te kraken en zo. En uiteindelijk wordt het dan toch wel ingevoerd, maar dan moet je denken, ik hoef niet bang te zijn van die incompetente stuntelaar. Ik denk dat hierbij ook zo is, dat er worden straks weer uitgebreid blunders naar voren gebracht. En dan moet je denken van, niks aan het handje, ze kunnen niks bij de overheid. En dan, een jaar later is het toch gewoon allemaal, hebben ze het allemaal een bitpijp liggen, dan kunnen ze alles inzien. Maar ja, het is ook gewoon, de smartphone is ook gewoon een probleem. Ik bedoel, zolang we nog bezig waren met software op onze pc's te zetten en met elkaar te communiceren, als je dan gewoon privacy, of als je een beetje je pc op orde wil houden, dan ga je met free software aan de gang en dan was het wel oké. Maar met de hele smartphone-wereld is dat hele project mislukt. En dat is, dus iedereen, wat doe je eraan? Je kunt eigenlijk niet echt een veilige smartphone hebben. Er waren toch ook mensen die verkochten van die veilig gemaakte smartphones. En die zijn gewoon opgepakt. Dat mocht niet. Je mag niet eens geheim. Mensen die maakten een geheim compartiment in auto's. En dat mocht dan niet. Je mag geen geheim korte compartimenten in auto's hebben. Wat bedoel je mee? Waren gewoon auto-monteurs of zo. Die hadden dan ergens een klepje in zat. Dat je kon gewoon een klepje openmaken. Maar degene die geheime compartimentjes in auto maken, die waren al strafbaar volgens de overheid. En ja, ook die gasten die dus een telefoon maakten waar speciale encryptie op stond, zodat je ermee kon communiceren. Want ze zeggen dat is allemaal voor drugsdealers. Dat is het verhaal erachter altijd. Dus om drugs of geld in te verstoppen. In dat compartimentje. Dat is heel prettig natuurlijk. Goed idee ook. Maar ja, niet alleen drugs. Dan toch vrijheid hebben, dan wel meer dan dat. Maar nee, maar dat, ik vind dat wel jammer dat een beetje een verloren wedstrijd is. Of misschien ben ik het pessimistisch over, hoor, over die smartphones. Maar daar lijkt het wel heel erg op. Nou, daarvan denk ik ook dat als ze eenmaal die data heel zwaar gaan gebruiken of misbruiken, dat je dan wel heel snel verzet krijgt en oplossingen ervoor. Dat denk ik ook met social media, dat ze... Kijk, ze hebben het behoorlijk in de greep, in de zin dat alles geband wordt ook allemaal informatie doorverkocht via dat Prism dat door Snowden heeft blootgelegd. Maar ik denk dat
dat het net zoiets als met de Sovjet-Unie. Die hadden ook een hele grote kaartenbakker met allerlei gegevens van mensen. Maar uiteindelijk konden ze die niet goed gebruiken. Ik denk dat dat hierbij ook was. Ja, dat is ook een kunst, ja, dat klopt. Ja. Als ze dit gaan proberen te gebruiken en ze gaan razzia's doen, dat mensen, dat er in no time een gratis alternatief is voor Facebook. En daar ook heel veel mensen naartoe gaan. En Twitter en noem maar op, al die social media. Want nu zijn die dingen, die zijn nog niet zo, die zijn er wel, ook die alternatieven, maar niemand gaat daar naartoe, omdat niemand daar zit. Maar ik denk dat de overheid een drijvende kracht kan zijn. Die kan ze gewoon wegdrijven uit de bedrijven die zij in hun greep hebben. Als zij hun kaarten blootleggen, dat ze ja, inzicht hebben in wat iedereen aan het doen is. En niet nou, alleen inzicht hebben, maar ook nog gebruiken voor kwade doeleinden. Maar over die social media, ik zit wel een paar van die alternatieven waar dan redelijk nog wel veel mensen zitten. Maar het zijn dan meestal gewoon de nerds, weet je wel, die treffen daar allemaal. En er wordt best wel veel gepost, alleen dan zie je wel het verschil tussen Facebook, Twitter en die alternatieven. Want Facebook die laat dan toch wel datgene zien wat jij wil zien. Hè? Om een of andere reden weet ze gewoon wat je wil zien en dat komt dan als eerste naar boven als je er doorheen scrolt. Als je maar helemaal naar beneden scrolt, dan kom je al onzin tegen waar je niet op zit te wachten. En ja, dus... Daar zijn ze er niet zo goed in, bij die alternatieven, zeg jij. Maar... Nee. Daar zie je gewoon wat er op dat moment gepost wordt. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja maar dat is ook weer een kwestie van... dat een paar nerds zich even goed kwaad maken. En dat gaan die nerds doen als daar een helder rol voor is weggelegd. Zeg maar nu, ja... Nu is dat er nog niet zo in vragen, denk ik. En vaak zijn die alternatieven, ja, sommige zijn best wel makkelijk in gebruik, hoor. Maar ja, als je bijvoorbeeld naar Memo wil gaan, dan moet je wel een nerd zijn. Want dan moet je moet eerst crypto... Ja, nee, je moet crypto overmaken. Nou, dus voor veel mensen is dat al niet te doen. Want dan moet je weer met bitcoins gaan zitten klooien. Nou, dat zie ik mijn 72-jarige moeder niet doen. Hij zit hier wel op Facebook. MeWe is net zo makkelijk als Facebook. Maar het is ook niet helemaal een super alternatief natuurlijk. Maar het heeft wel voordelen. Ja, je hebt ook nog Minds. Dat wordt ook al steeds populairder. Maar ja, als ik daar iets op post, ik krijg nooit een reactie of zo. Dus... Nee, maar ze zijn nog heel dun bevolkt. Maar dat is een kwestie van wachten. Het moet gewoon steeds gekker worden op die anderen. En steeds meer censuur en fact-checking en allemaal dat soort onzin. Wat zag ik nou laatst ook weer? Ook van die. Oh ja, er zat daar zo'n foto met een berichtje erbij van. Hoe heet die ook weer? Chuck Norris. Chuck Norris heeft gezorgd dat het coronavirus zelf in isolatie is gegaan. Dat is dan. Chuck Norris is zo de kratervechter of zo. Die zou dan het virus in isolatie hebben. Hij staat eronder van Facebook, fact check. Dit is onjuiste informatie. denk je wel van. Ja, dat is ook een manier waarop die lui volgens mij aangevallen gaan worden. Dat is, mensen gaan de grenzen opzoeken van hoe belachelijke dingen je kan posten. En dat Facebook het dan gaat factchecken. En dan ga je er hard om lachen. Omdat ze zoiets doms gefactchecken. En het zijn natuurlijk niet de meest intelligente mensen die daar zitten. Die dat factchecken doen. Of het wordt door robots gedaan. En die zien ook ironie niet. Of humor, hebben ze geen gevoel voor. Dus ik denk dat dat gewoon een hele sport wordt. Om Facebook helemaal gek te krijgen met die factcheck. En dan staan ze zo voor lul dat ze misschien wel mee ophouden op een gegeven moment. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Maar dan gaan we even naar de Dam toe. Want daar was het toch weer hartstikke gezellig daar, hè? Lekker drukke boel. Zelfs Femke Halsema stond daar zonder een mondkapje op. Ja, netjes. Ja, maar wat je dan hoorde is, Femke Halsema zei, er werd bezwaar geuit van, hé, wat doe je nou? Dat is een enorme superspreading event van het coronavirus. En ja, het gaat natuurlijk op één keer mis. Of er komt een hele grote epidemie. Ja, dan had ze deze demonstratie niet door mogen laten gaan. Of dat hele verhaal is bullshit. En je kan gewoon buiten zijn zonder besmet te worden. Als er maar goede ventilatie is. Maar
het aparte is wel dat zij zei van ja, maar ja, dit was wel heel belangrijk. En denk je wel, belangrijk? Het is een moord van politieagenten in Amerika waar de Amerikaanse kiezers niet eens effect op hebben. Die kunnen daar verdorie in nog stemmen en die lukt het al niet om daar verandering aan te brengen. Hoe zou je dan vanuit Nederland daar verandering aan kunnen brengen? En dat is dan een van de belangrijkste dingen om ervoor te gaan demonstreren. Ik kan wel wat beters bedenken. Iets wat dichter bij huis is en waar je meer controle over hebt. Ja. Ja, ze zei ook iets van, ja, maar we hebben een demonstratierecht. En in één keer was ze dan weer probeert ze weer de heldin te zijn van de vrije meningsuiting. Maar ik vraag me af, weet ik veel, Pegida een demonstratie zou doen, of dat dan ook had gemogen. Ja, dit is een initiatief van het collectief Kick-Out Zwarte Piet. Ja. En met de Black Queer and Trans Resistance NL. Nou, die gaan gearresteerd worden. Die krijgen ook geen boetes. Hebben, natuurlijk. Maar in wezen is het natuurlijk wel... Ik vind het wel heel prachtig. Laat dat maar gewoon de algemene lijn zijn. Dat als mensen massaal de straat op gaan... Dat de overheid dan niet zeurt. Dat is wel heel mooi natuurlijk. Ja. Ja. En wat ze zou doen bij Pegida. Ja, dat kun je alleen maar naar gissen. Ik heb wel een vermoeden. Maar ja. Ja, het raar is dat ook dat die ondernemers die zeggen ook van ja. Als bij mij op het terrasje mensen iets te dicht bij elkaar zitten. Krijg ik 4000 euro boete. En, ja, precies. Dat beetje vervelend. En maar de correcte reactie dient natuurlijk te zijn van ja, dat is ook onterecht. Ja, precies. En dat kan je ook massaal, zou je dat kunnen overtreden, denk ik. Het is natuurlijk altijd moeilijk voor een café-eigenaar, want hij heeft een locatie, hij is bekend. Dus ze kunnen gewoon naar hem toe gaan en hem isoleren. Maar als je dat met z'n allen zou overtreden, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt. Misschien moeten we iedere ongehoorzaamheid die we nu gaan doen, moeten we allemaal demonstratie noemen tegen politiegeweld. Ja. Dat hoorde ik laatst ook al over de Babylon Bee, dat is een satirische site. En die hadden dan van de kerkdiensten mogen ook niet. En dat is een kerkelijke, een christelijke site. En die zeiden dan van, gemeente ontwijkt verbod op samenscholing door zich te vermommen als relschoppers. En dan zag ik van, had zo'n foto bijgemaakt. Dat is ook wel mooi als het dan gefactcheckt wordt door Facebook of zo. Maar dat halen ze nu uit in hun hoofd. Maar had ze een mooi plaatje bijgemaakt. Ja. Maar goed, ja, het was gezellig op de Dam. Wel, dat wordt dan opeens super populair. Terwijl normaal gesproken voor allerlei demonstratietjes heb je er 10 of 20 bij elkaar. En dit nu, bedoel, hier in Groningen was vandaag ook alweer... Ik was net op tijd de stad uit. Ik was lekker de stad in. Dus thuis keek ik op Facebook, zag ik langskomen dat waar ik net liep... dat daar allemaal mensen eerst gingen zitten. En ze werden dus opgeroepen om te gaan staan. Op, you have to stand up. En dan ging zo ook een beetje een soort liturgie. Maar En je pet afdoen. Zo. Oh ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je hoofddeksel af moet doen, zodat God in je hoofd kan kijken. Ja, ja, want die pet kan niet doorheen. Een macht op je hoofd natuurlijk, hè? Dat was het toch? Ik weet niet precies wat. Een hoofddeksel is een macht op je hoofd. Ik zie wel hier ook nog een argument bij staan... dat het gaat niet alleen om het vermoorden van mensen in de VS, maar om witte suprematie in de hele wereld. De hele wereld. Dus je hebt ook veel witte suprematie in Japan en zo. En het komt ook voor in Vietnam en in Azië. Overal Tajikistan, een enorme witte suprematie. Ja, mijn muren zijn ook wit. Ja, er is echt iets mis met wit, want er is ook een tijd geleden Daniel Shaver, dat is zo'n... Dat was iemand die was toevallig ook op de verkeerde hotelkamergang. Op het verkeerde moment. En die kwam politieagent tegen. Die dacht dat hij een bedreiging was. Maar ja, op de grond liggen. En die vent die politieagent denkt dat hij onder de coke zat of zo. Die was helemaal hyper. En begon allemaal commando's te schreeuwen die tegenstrijder waren. En die gast die wist ook niet. Die kwam ook maar net om de hoek zetten. Die was ook nog maar net wakker of zo. Die wist niet wat er aan de hand was. Toen zakte zijn broek af, geloof ik. Toen greep hij nog naar zijn broek, werd hij gelijk helemaal lek geschoten. Maar ja, daar zijn geen... Dat is ook een man die
smeekte om zijn leven en uiteindelijk door een politieagent werd omgelegd met een pistool. Op dat pistool stond gegraveerd, you're fucked. Daar loopt de politie gewoon mee rond dan. Ja. En daar is geen enkele demonstratie voor gehouden, want ja, het is een witte figuren, dus ondanks de witte suprematie worden voor witte slachtoffers van politie geweld. Wat er meer zijn dan zwarte overigens, dan kan je zeggen, ja, dat is niet in proportie tot het aantal witte en zwarte. Dus in het aantal verhoudingsgewijs is het zwarte nog steeds meer. Maar ja, er zijn ook ontzettend berg blanke mensen die worden neergeschoten dus, door de politie. De politie ziet gewoon veel mensen neer, laat het zo zeggen. En in Chicago, daar worden elk weekend wel 10 mensen neergeschoten. Ja, ook wel zwart, hè? Maar ja, dat maakt dan kennelijk ook niet uit. Ja. Ah, je zei, het is een demonstratie tegen white supremacy, maar dan zie ik hier een foto van de demonstranten. Maar het is een behoorlijke blanke aangelegenheid. Ja, maar dat is ook meestal zo, hè? Natuurlijk een soort van mea culpa roepen. Die hebben, zeg maar, vergeving van hun zonde nodig, hun erfzonde, dat ze een wit huidje hebben georven. Het doet een beetje denken aan die lui die met zo'n stok met van die weerhaken eraan, die dan zo lopen, zeg maar, zo zwaaiend. En dan zo steeds linkerschouder, rechterschouder op hun rug, zelfgeesteling. Maar in ieder geval, er was kritiek vanuit de Tweede Kamer op protest tegen racisme. En op Halsema. Dus dan rijst toch wel weer de vraag van hoe lang zal zij nog burgemeester blijven? Ja, maar die kritiek die is de politici van vooral rechtse partijen bekritiseerde de beslissing van Halsema. Dus ja, dan hebben we het over ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Die zegt dat levens in gevaar worden gebracht. Geert Wilders. Ja, je denkt toch niet dat Halsema positie in gevaar komt door kritiek van Geert Wilders, hè? Ja. Ja, ik heb er verder ook niks meer over te zeggen, maar... Het is ook mooi dat ze dan, staan ze op de Dam een minuut stilte voor doden van politiegeweld, en daar houden ze zo'n vuist in de lucht, hè. Dat is eigenlijk ook weer, een beetje het teken van geweld, maar je kan zeggen het is zelfverdediging, en het was natuurlijk totaal onterecht dat die vent... Dat die vent vermoord werd door de politie. Maar was dat een Black Panther symbool? Black Panther. Het is een ouders. Het is inderdaad gewoon van de gewapende strijd is het eigenlijk. Dus je hebt de VVD had ook altijd een vuist. Vakbonden hadden ook vaak een vuist. Het is wel breder dan Black Panther, denk ik, hoor. Heb ik hier nog, het was allemaal te doen om George Floyd, die door de politie geweld om het leven is gekomen, maar daar zijn ook weer vraagtekens bij gezet, want hij had onderliggende kwalen, hè? Dus dan is de vraag, het lijden. Ja, dan is de vraag, was hij nou doodgegaan door de knie van die agent, of door zijn onderliggende... symptomen of ziektes die hij had. En daar hebben ze nou dus een... Ga verder. Misschien wilde jij het al vertellen. Ja, in ieder geval, ze hebben dan gaan een autopsie doen. En daar hebben ze een heel bekend iemand voor ingehuurd. Een dokter Michael Baden. Baden. En die kennen wij natuurlijk van de Epstein autopsie. Ja, wil ik later las dat hij had niet de autopsie zelf gedaan, maar hij was erbij geroepen als adviseur. Maar, want hij is 85, hè? Oké. Okay. Maar eigenlijk, hij heeft ook, Kennedy gedaan. Dus het is, hij heeft Kennedy gedaan en Epstein is hierbij geweest en hier wordt hij er ook. Volgens mij is het gewoon reputatie te koop. Ja. Reputatie te koop, autopsiereputatietekoop.com. Zeg maar wat ik moet zeggen. Onderliggend lijden? Nee, is hij aan corona overleden? Ja. Nee, ja, nee. Inderdaad, nu je het zegt, ik zie het al. Ja. Ja, de man zei, dat was ook zo'n verdediging. Hij zei van, I can't breathe. En omdat die figuur zo op zijn nek zit. En
Dan zei de burgemeester van, wat is het, Minnesota of zo. Zei, of Minneapolis. Die burgemeester die zei, als je kan zeggen I can't breathe, dan kan je dus ademhalen. Ik dacht wel even, je moet het lef maar hebben. Zo. Ja. Maar die man is bijgehaald door de familie, hè? Van Floyd. Ik weet niet of ze deze vent erbij hebben gehaald. Of is die door de Wiesi bijgehaald? Maar het is independent. Het is een independent autopsie. Oh, oké. Van een schone. Binnenkort gaan we allemaal memes krijgen. Ja, hij staat inderdaad. The family does not trust anything coming from the Minneapolis Police Department. Ja, dat is inderdaad ook wel weer vreemd. Maar ja, dat is wel apart dat zij die figuren inhuren. Ja, dan kan je dat ook niet echt. Ik zou zeggen, die vent zijn reputatie is helemaal naar de malle moeder. Ja. Die heeft gezegd, apps zijn ja, inderdaad zelfwoord. Ja, misschien hebben ze hem juist erbij gehaald omdat ze dan toch dat hij, ik weet niet. Uitkomst gegarandeerd. Ja. Maar ja, als hij dan gaat zeggen van, hoe je dat? Ja, maar ik weet niet of hij dat gezegd heeft, hoor. Want dat zou ik nou even moeten nakijken. Maar ik weet dat er gezegd wordt, ja, hij had onderliggend lijden of zo, of hij gebruikte coke of daar was een. Ja, hij had problemen. Maar ik weet niet of dat nou van deze komt of van degene die de politie er dan bij heeft gehaald. Mm-hmm. Mm. Oké. Dat staat hier, de conclusie staat hier niet bij in dit artikel. Ja. Maar het ging allemaal om een forgery van een $20 biljet. Hè? Dus als je $20 biljetten vervalst, dan gaat er iemand op je zitten en dan ben je dood. Maar als je zeg maar $1 triljoen biljetten erbij drukt en die uitdeelt aan bevriende ondernemingen, dan red je de economie, dan stimuleer je de economie zelf. Okay. Hij had gewoon moeten zeggen, ik ben de economie aan het stimuleren. Had hij ze zelf gedrukt of had hij ze gewoon toevallig op zak? Ja, dat kan ook nog. Maar het was in ieder geval ontdekt. Oké. Okay. Ja. Maar in ieder geval, er waren als gevolg van dit alles, waren er rellen uitgebroken. En nou is de vraag, wie zijn er met die rellen begonnen? Nou, is een video opgedoken van de Umbrella Man, die ramen in elkaar aan het, of ramen aan, een stuk aan het slaan is. Ja, ja. Ja. En dan wordt er dus gezegd, in ieder geval een ex van een politieagent, die herkende haar ex. Die man. Ja, en er staat ook er is een soort zwarte staat erbij. Die zegt, hey, flikker op man. Die probeert die gast tegen te houden. Ja. Dat is ook altijd een beetje verdacht. Dat ze dan, zij krijgen daar dan de schuld van. Zij zijn de railschoppers. Ja. Zij lopen inderdaad achter die vent aan van, wie ben jij en wat doe je? En die is daar boos over. Ja. Het is ook een blanke vent. En hij gaat die camera gaat hij ook proberen aan te vallen. Ja, het is inderdaad. Het gebeurt vaker bij demonstraties. Het is een agent provocateur, hè? Heet dat geloof ik. Het is wel even. Moet je wel bedacht op zijn. Ja, in ieder geval door zijn ex-vrouw was hij herkend. Die had. Hij heeft wel een masker op, hè? Ja, maar die vrouw zei: ja, dat is mijn masker. Die heb ik nooit teruggekregen. Nou. Die herkende hem ook aan zijn manier van lopen. Ja, je ziet wel aan zijn postuur dat het wel een politieagent zou kunnen zijn. Hij heeft, waarom heeft hij die paraplu op? Hè? Dat is ook verdacht. Ja, om niet gezien te kunnen worden. Dat is, de camera's hangen allemaal boven. Daarom heeft hij zo'n paraplu, dan kunnen de camera's niet zien wie hij is. Dus ja.
Maar ja, Antifa was daar ook aan het rellen, hè? Dus misschien was hij gewoon van Antifa, dat kan ook nog. Ja, had best wel dezelfde outfit in ieder geval. Ja. Maar het is wel apart dat er zwarte mensen hem proberen tegen te houden. Ja. En daar is hij zogenaamd voor aan het strijden allemaal. Ja. Ja, dit zijn gewoon dingen dat zie je heel vaak bij demonstraties gebeuren. Dat er dan een paar individuen zijn die gewoon gaan lopen rellen en die dingen kapot willen maken. En anderen die gaan dan weer dat tegenhouden en zo. En dan weet je nooit van, zijn dit nou politie-infiltranten die boel proberen op te fokken? Ja. Of zijn het inderdaad een paar pubertjes van Antifa? Ja, dat loopt allemaal dwars te elkaar. Chaos. Ja, maar kijk, de mobiele eenheid of de politie of wat dan ook, die trainen natuurlijk voor dit soort rellen. En die vinden het natuurlijk niet leuk als ze dan een hele jaar hebben zitten trainen. En dan krijgen ze... Er zijn het allemaal van die vreedzame demonstranten die dan een sit-down actie gaan houden. Ja, dat willen ze niet. Dus dan denk ik wel dat het logisch is dat er dan iemand is die daar tussen het publiek gaat zitten om daar de boel uit te lokken, weet je wel. Steen te gooien of... zodat zijn... Je hoort het ook wel eens van brandweermannen die dan brand stichten om gewoon zelf daarna de held uit te kunnen hangen. Dus ja... Ik kan me voorstellen dat die politiemannen die dromen van een soort heldenrol. Laten we nog de film Cops gezien. Ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben. Een Zweedse film over een politiedepartement in een klein Zweeds plaatsje. En die zitten dan met het probleem dat ze gesloten gaan worden omdat er te weinig criminaliteit is. En dan gaan ze proberen de cijfers wat omhoog te krikken. Loopt dan een tikje uit de hand. Dat is natuurlijk het mooie van de film. Maar ik denk dat er wel een soort kern van waarheid in zit. Ja. De manier om meer budget te krijgen als je een flinke rel begint. Ja, dan hebben we natuurlijk nog Trump. Trump die verbreekt de banden met de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Ja, dat lijkt me wel een goede zaak. Dat soort de organisaties daar sowieso geen cent aan uitgeven. Wat gebeurt er allemaal? Telefoon valt op. Dat een hele mooie constructie gemaakt voor je telefoon. Zo. Ja, nou ja, Trump doet toch nog eens een keer iets goeds, hè? Ja, die Wereldgezondheidsorganisatie zei natuurlijk ook heel snel van nee, het is niet van mens op mens overdraagbaar. Zo, ja, leek dat ze gewoon... En toen gevraagd werd van hoe vinden jullie de Taiwanese reactie? Toen wilden ze niet eens erkennen dat, wilden ze niet eens op antwoorden, Taiwan. Dat, hij gaf gewoon het antwoord, ja, China doet het heel goed, zei hij toen. Ja, dan weet je gewoon dat er een hele hoop geld in gaat. En het is eigenlijk gewoon een soort politieke organisatie geworden dan. Ja, dan zou ik daar niet veel geld in gaan steken, ja. Ik had toevallig zijn toespraak nog even geluisterd. Omdat hij wel inderdaad een goede argument had. Dat hij vertelde ook dat... China die had dan, er mocht niemand uit Wuhan naar China toe, maar je mocht wel vanuit Wuhan naar de rest van de wereld gaan, weet je wel? Ja, ja. Ja. Ja, dan gaat hij eigenlijk al vanuit inderdaad dat WHO eigenlijk een soort Chinese organisatie is. En ja, daar zijn er ook wel enkele bewijzen voor. Ja. Ja, en dat werd ook nog door hem gezegd dat... Dat China meer te zeggen heeft in de WHO, terwijl het een bijdrage gewoon of bijna een kwart is van wat Amerika bijdraagt. Je haalt het meer waar voor hun geld, de Chinezen. Die weten gewoon de art of the deal. Die kunnen gewoon beter onderhandelen, lijkt het. Ja. Ik weet niet, wat ze waren nog reacties hierop? En het was ook zo dat de WHO die prees China ook voor het handelen. Hè? Dus die hebben gewoon mensen in hun huizen gelast en een enorme totalitaire lockdown gedaan. En de WHO die prees het allemaal, dat het allemaal, ja, dat het geweldig was. Ja, en er zit iets in, wat altijd bij dat soort organisaties is, van een enorme totalitaire top-down gigantisch controleapparaat. Dat is het mooiste wat je kan hebben. Dat is... Dat is het meest effectief, hebben ze altijd het idee.
Maar er waren nog reacties op hierop van anderen. Ik neem aan dat... Nederlandse media, stap van Trump uit de WHO kan als boemerang terugkomen. Ik denk dat de algemene reactie in Europa zal wel zijn, domme Trump. Ja. Altijd hetzelfde. Ja. Maar goed, kom bij het laatste berichtje. Oh jongens, het is weer de klimaathysterie. Ja. Te weinig oog voor ziektes door klimaatverandering. Wat? Ja, het is natuurlijk zo dat de klimaatverandering is een beetje van het toneel verdrongen door deze plotseling corona-gekte. En je zag het bij Greta al. Die Greta die was opeens volstond ze in het midden van de belangstelling van de, en diezelfde figuren opeens waren ze al hun belangstelling kwijt. Het was al... Zeg je allemaal, Johan? Gaat iets fout. How dare you! Ging even iets fout. En ga verder. Okay. Want eigenlijk hebben al die mensen volgens mij altijd de behoefte om problemen te vinden die een wereldregering vereisen. Die grensoverschrijdend zijn en die niet lokaal kunnen worden opgelost. En die ook externaliteiten hebben. Dus die niet van individu zijn. Dus daar heb je dan een wereldmacht voor nodig om corona te bestrijden en global warming. En dat is hun doel. Dus toen die coronacrisis voorbij kwam, zag je al die mensen omgaan van, oh, dit is nog veel gaver dit. Iedereen een track and trace applicatie. Wow, dit moeten we hebben. En toen was Greta uit de aandacht. Dus opeens had Greta ook coronavirus gehad. Was ze dan van hersteld. En werd ze door CNN uitgenodigd als coronaspecialist bij een panel. En nou zie je de klimaattoko's die vechten zich terug weer in de aandacht door deze brug te slaan. Te weinig oog voor ziektes door klimaatverandering. Dus dan zeggen we, ja, de eikenprocessie, rupsen, er zijn allerlei klimaatverandering, brengt meer gezondheidsrisico's met zich mee. Dus we gaan zeggen, nou, ja, wij hebben ook wat met gezondheid hoor. Als jullie gezondheid een goede reden vinden voor een enorme machtsapparaat, dan kan je ook met klimaatverandering kan je gerust een gezondheidsdraai aangeven. En hij klaagt dat daar te weinig veroogd voor is. Dus je ziet dat vreemde insecten in Nederland. Je kreeg het al een beetje met de Asian moordwesp. Die was op weg. Dus het was ook weer zo'n manier. Een gewone horsel eigenlijk. Ja, al die angsten hier om een paar insectjes. Oh my god. Het idee is ook dat, volgens mij, er zit ook weer zo'n verhulde, alles uit Azië is een bedreiging en dood en zo. Eigenlijk hadden ze de Chinese moordwesp willen noemen, maar ja, daar is er maar Azië van gemaakt. Maar dat soort dingen zijn allemaal van die kleine propagandadingetjes zijn het. Die een bepaalde mindset creëren over van ja, alles wat uit het oosten komt is slecht. Een griepvirus, een moordwesp, het zijn al die Chinezen weer, daar komt alle ellende vandaan. Dus dan vallen toekomstige slechte berichten ook in een beter bedje, in een warm bedje van, en dat doen ze met die global warming ook zo, dat ze allemaal kleine berichtjes hebben. We hebben het al eerder behandeld, spinnen worden bozer, paarden worden dikker door global warming omdat ze te veel gras eten. Oesters laten winden en dan komt er een heleboel ellende in hele kleine berichtjes dat je denkt van nou, waar rook is moet wel vuur zijn, dat soort dingen. Dus je bereidt het voor met 20 dingetjes over enorme tijgermuggen en ziektes en allemaal enge dingen die uit het buitenland komen en dan geloven mensen alles. Ja. Ja, ik heb er niks over te zeggen verder. Met je eens. In het artikel stel ik iets over een super take. Dus ja, we hebben de moordwesp uit Azië, maar we hebben ook de super take. Dat is dan ook. Oké. Ja, in nieuwere vaarten. Muggen worden ook steeds groter. Oh, ja. Tot het een olifant wordt, hè? Sorry, tot het een? Ja. Dat is ook wel zo natuurlijk. Als er meer CO2 in de lucht komt, dan worden de dieren weer groter. Hè? Dan zie je, dat is natuurlijk ook
gebeurd dat er heel veel CO2 was. En toen liepen de beesten over de wereld. Dat was echt niet te meten. Ja. Dus dat, die muggen worden wel olifanten op den duur. De kip wordt vanzelf weer een T-Rex. Ja, precies. Ja, ik kijk er naar uit, want ja, ik ben veganist. En ik denk dat waren de hoogtijdagen van de veganisten. Dus ik kijk er wel naar uit. Laat extra winnen. Ja, waar gaat dat zo? Ja, natuurlijk. De T-Rex, dat waren ook vleeseters. Ja, maar de T-Rex, dat waren nog de kleintjes. De grote, dat waren, die aten alleen maar planten. Ja, die allergrootste. Ja. Hey. Iemand heeft iets overgemaakt. Oh, kijk. Oh, ik heb net de koptelefoon. Oh, ik kon hem net helaas niet horen. Ik was te laat. Ik zie niks in de chat op hem staan. Man. Nee. Er werd wat gedoneerd. Er kwam een donatie binnen. Waarom staat dat niet in de chatbord? Nee. Het wordt met de tip Bitcoin Cash. Ik zie iemand die heet Honkler Hangout en die zegt potverdorie. Ja, Yoshi. Oh, Yoshi. Ja, Yoshi, je kan er nog bij komen als je wil. Moet hij nog wat overmaken? Dat je het wel weet. Nee. Ik zal even kijken of ik hem erin kan krijgen. Of hij al op Skype zit. Even kijken hoor. Hey. Skype doet een beetje moeilijk. Jongens. Kunnen we gelijk nog even Josje vragen naar zijn. Hoe zijn uitzending gisteren was. Even kijken hoor. Mijn Skype loopt een beetje vast. Kijken, Yoshi. Ja, daar is Yoshi. Ik zal hem even toevoegen. Skype loopt vast. Kut. Jongens. Ja, die moet je er maar even uitknippen, Johan. Ja, dit zal ik er niet. We gaan de lezer niet wachten, of de luisteraar niet wachten, natuurlijk. Nee, we zitten ook eigenlijk aan het eind. We hebben het laatste bericht al gehad, dus moet je Yoshi nog bij gaan halen dan. Ja, dan kan hij nog even vertellen hoe het gisteren was, hè. Het zijn... Oké, daar komt hij hoor. Yes? Yo, gozer! Zo, goedemorgen. Ik zal je nog even erin gooien in de... How dare you? Ja, ik zag jullie live. Ik denk ook, ik zal even een donatie doen, maar het werd weer niet opgepikt. Zonde van mijn geld. Wat had je gedoneerd? Sorry hoor, maar wat had je ik kan hem net niet horen. Ja, 15.000 euro had ik gedoneerd. Oh, dankjewel. Maar je kan alsnog de boodschap vertellen hoor. Hey, goedemorgen had ik. Dat is niet meer. How dare you! Een beetje wat vol te praten dan. Ja. Hè? Ja, ik merk het nou aan mijn stem. Nou, dat ik met jullie aan het praten ben, dat ik toch wel last van heb. Maar
Ik was dus om 8:00 ochtends in slaap gevallen. Toen werd ik om 2:00 met knallende hoofdpijn wakker. Want ik had een dingetje dat ik elke keer als iemand een donatie deed, nam ik een shotje sterke drank. Ja, inderdaad. Ja, en die Johan, die had me wel 25 euro's elke keer 1 euro. Nou, daar ging ik weer af. 50 euro. Ja, 50 keer een shotje. Ja, moet nagaan. Dus ik ben vanmiddag werd ik wakker. Heb ik heel de studio weer afgebroken. Daar ben ik hier naartoe, weer terug naar mijn huis. En toen ben ik gewoon weer in slaap gevallen. En nu word ik net wakker. Ik moet eigenlijk eventjes een pizza bestellen. Mm-hmm. Want anders dan zijn ze dicht. Oh. Ik weet niet hoe lang jullie nog doorgaan. We waren eigenlijk aan het einde van het programma. Ik denk, ik wil jou nog erbij halen. Zodat jij, als ik binnen 10 minuten kan bestellen, is het goed. Ja. Maar ja, kijk, ja, vertel, heb je je doel gehaald? Want je wilde een bepaald bedrag binnenhalen. Ja, nou, ik heb dus helemaal niks binnengehaald. Maar wel 50 euro. Ja, 50 euro. Ik heb mezelf nog een keer 50 euro gegeven. Maar ik had op een gegeven moment een gesprek met de ontwikkelaar van die tipbot. Ik weet nooit wat ik nou verkeerd doe, Johan. Maar op een gegeven moment, die gozer die zegt dus ja, want ik ga zo direct nog geld overmaken. Over geld. En op de een of andere manier heeft hij het dus niet gedaan. Want ik werd vandaag wakker. Ik denk, hoe kan het toch altijd dat ik dat voor mezelf, dat ik zo dat gesprek lul, dat die gozer toch zijn centen weer in zijn knip houdt. Hè? Maar nou gaan we dus over een paar weken gaan we weer bellen, zegt hij. Oké. Dus ja, ik moet maar even kijken. Ik weet het ook niet wat er nou niet gebeurd is. Ik snap er niks van. Die gozer die stond volgens mij zo klaar om 1000 euro Bitcoin cash over te maken. Ah. Het is uiteindelijk niet gebeurd. Of heeft hij naar het verkeerde adres gestuurd? Nee, hij heeft het gewoon. We zaten gewoon. Het was wel ons. Ik heb een hele riedel aan gasten gehad. Bitmymoney.com. Het was een hele leuke, excalibra.com. Mm-hmm. En allebei beurzen. Mm-hmm. En nog een heleboel andere, heleboel leuke mensen. Ik ga nou vannacht ga ik alles in een hoogtepuntje, allemaal hoogtepuntvideo's publiceren op YouTube. Maar ik vond het gesprek met die superneurt, dus superneurt noemt hij zichzelf. Een leuke gast, die ga ik een keertje bij ons uitnodigen. Ja, vond ik ook het leukste. Het is eigenlijk iemand die, nou ja, toch wel overeenkomt met wat ik ook in crypto allemaal gedaan heb. En ik denk dat ik wel vaak met hem heb lopen handelen tussen 2012 en 2016, zeg maar. Okay. Dus dat is wel interessant. Wel interessant, ja, zo ga ik. Ja, en ik heb veel mensen ertoe aangezet om de Constitution of No Authority te gaan lezen. ja, was lekker bezig. Ik zal het even uitleggen. Jij deed ook nog een pokertournament, had je ook nog georganiseerd. Maar dan moesten ze. Ja, 19. Toernooitjes. 19 toernooitjes. Elk uur een nieuwe. Ja, en dan moesten ze naar jouw stream toe voor het paswoord. En dan vroeg steeds iemand in de chat, paswoord, please. En dan zei ik, het paswoord zit verborgen in dit boek. Dan had ik een link gepost naar een e-book van de Constitution of No Authority. Dus ja. Ja, dat werkte vooral leuk als ik dan even buiten ging roken. Want dan kon ik er natuurlijk niet op ingaan. Maar ja, nee, het was een hele leuke dag wel. Alleen ja, qua geld heb ik het dus niet binnengehaald. Ik ga nou maar weer goud verkopen. Ja. Arme Yoshi. Of moet ik mijn bitcoin kopen? Ja. Ik denk dat ik liever mijn goud verkoop. Ja, bitcoin is net even gestegen en hij gaat nu weer kelderen, denk ik. Hij heeft even een Bart Simpson gemaakt vandaag. Ja. Hij staat alweer onder. Wat was dat voor een rare crash? Wees een boom omhoog, een boom omlaag. Weet jij wat dat was? Bart Simpson? Nou, ik kan je wel. Heb ik al wel verteld van de. Hoe heette zij nou? Hoe heette die? Heb ik al verteld over die speler die nu alle bitcoins aan het opkopen is? Die vermind worden? Ja.
Grayscale. Ja, ja, precies. Die gaan, er is nou bekend geworden wat hun koopdoel is. 500.000 bitcoins. Oké, okay. Wat wil je ermee doen dan? Ja, die gaan daarmee aandelen verhandelen. Oké. Okay. En er was ook nog wat... Dat hedge fund, er was ook nog wat gebeurd met de Satoshi stash, hè? Nee, de Satoshi's. Er zijn een heleboel munten. Uit de eerste, de Craig Wright, die heeft dus een rechtszaak. Ja. Aan het, over de, hij wil aantonen dat die Satoshi Nakamoto is. Ja. Heeft hij aan de rechtbank heeft hij allerlei adressen doorgegeven die zogenaamd van hem zouden zijn. En nou is dus deze week, ze hebben een hele riedel van die adressen, zijn allemaal bewogen en er staat in, dit is niet Craig Wright, deze munten zijn niet van Craig Wright. Nou, zo zijn er dus. Een hele, hij heeft een hele lijst aan oude adressen gezegd van ja, dit ben ik allemaal. En nou is er dus iemand die zegt, ja, dit is Craig Wright niet en dit is hem ook niet. En, nou, dat is wel grappig. Allemaal die munten die in 2009 gemined waren. Ja, tien. Ja, goed joh. Nee, maar jij wil een pizza gaan bestellen? Ja, ik ga even ontbijten. Nu nog komen, want die pizzeria is over 10 minuten dicht, hè? Nee, nu. Oh, dan kunnen we nog even blijven hangen. Ja, moet wel op tijd bestellen. Nee, als er niemand bestelt, dan gaan ze gewoon ja, dicht. Ja, ik snap het. Ja. Nee, dan gooi ik de eindtune erin. Dan zou ik zeggen tegen iedereen hartelijk dank voor het luisteren en uiteraard voor het deelnemen. Ik wens iedereen een vrolijk en een heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen toedeledokie. Was het nou ook alweer? Oh ja, deze.